Beste mensen, op dit moment staan wij op de camperplaats Bad Rotenvelde. Dat is in het Teutoburger Wald. Trouwens niet zo heel erg ver weg van de grens met Nederland. En wat is hier allemaal? Nou, ten eerste is hier een camperplaats. En die staat, die is bij een camping. En ik loop even aan de andere kant. Daar zie je een tennisbaan en daar is het sanitair gebouw en hier is geloof ik nog een tennisbaan en achter deze gebouwen, daarachter is de ingang van de camping en achter deze gebouwen ligt een camping. Daar ben ik nog niet geweest en hier heb je nog wat gebouwen, daarachter liggen staan staakcaravans en je hebt daar ook een restaurant, je hebt een sauna, je hebt een kapper. Ik weet niet, er zit van alles. Wat betaal je hier? Je betaalt €12,50 voor een nacht. En daarvoor mag je alle faciliteiten gebruiken van de camping. Kijk, dit sanitair gebouw is blijkbaar alleen maar voor de campers. Maar het is nieuw van binnen. Ik ben er vanmorgen wezen douchen. Het is allemaal nieuw. En blijkbaar hebben ze een vloerverwarming. En waarschijnlijk is op die camping daarachter zijn aparte sanitair gebouwen. Nou, ik loop nog even naar onze eigen camper toe. Want je ziet, hier lopen gewoon kippen vrij rond. Onze hond, die ging er ook even tussen staan. Maar de kippen waren niet, in elk geval niet onder de indruk. Kijk, ik weet niet wat mijn vrouw daar aan het voeren is, maar de kippen vinden dat blijkbaar heel leuk. Dus de camperplaats Bad Rotenvelde in het Teutoburger Wald.